Marco, met het macro Het macro-economische nieuws toegelicht door Edin Mujagic. En Edin, goedemiddag. Goedemiddag, toch. We gaan het over een geweldig gespreksonderwerp we hebben. Een leuk onderwerp ook. Belastingen. Ja, ja. ja, ieder is een hobby, toch? Is het je hobby? Nou ja, het zou wel moeten. Uh, uh, en we gaan het nu niet hebben over hoe lastig het is... om die belastingformulieren in te vullen. Maar we gaan het hebben over, uh, over een rapport van CPB. Uh, het centraal planbureau dat zegt, ja, die, die overheid... Die moeten een beetje terughoudend zijn met, met het beïnvloeden van ons gedrag via belastingen. Want anders wordt het stelsel, ja, ik, ik, ik citeer maar even, onnodig complex en daarmee lastiger uit te voeren en moeilijker te overzien voor ons allemaal. En ik denk, Thomas, toen ik dat las, dacht ik. Het CPB laat zich hier van zijn diplomatieke kant zien, want uh, ons belastingstelsel is al onnodig complex. Is al lastig uit te voeren. En ik moet nog de eerste, de beste tegenkomen die zegt. Nou, ik, ik begrijp het allemaal. Maar die die belastingen worden natuurlijk niet zomaar ingevoerd. Ja, uh, want het idee is dat we er gezonder door gaan leven. of uh, ons groener gaan gedragen. Ja. En uiteindelijk kan de maatschappij, de samenleving daar ook van profiteren. Tuurlijk. En je hoort heel veel mensen zeggen. Nou, uh, hoe kleiner de overheid, hoe beter. Uh, daar ben ik totaal geen voorstander van. De overheid heeft heel veel. Uh, Goede dingen te doen. En de overheid is, is een soort vertegenwoordiger van de maatschappij en, en probeert ons gedrag te beïnvloeden en, en ons te duwen in een bepaalde richting. Elektrisch rijden, minder roken, gezonder eten. En daar heb je belasting voor nodig. Alleen ik heb wel heel sterk het gevoel dat we in Nederland met de belastingen toch in de loop der tijd een beetje doorgeschoten zijn. En dat het allemaal onnodig complex is gemaakt en, en misschien ook wel onnodig hoog uh, is geworden. Maar, wat telt het CPB hier dan? Tegenover, want uh, gedragsbeïnvloeding, nou ja, dat blijft misschien toch iets van alle tijden. En als je als overheid, als politiek, hè, uiteindelijk hebben die belastingen natuurlijk ook een politieke meerderheid nodig, iets wil, ja. dan kun je die invoeren. Maar ik zeg alleen snel. maar, ga nou kijken als je een voornemen hebt om een nieuwe belasting in te voeren of te verhogen. Werkt het nou? Uh, want het kan ook zo zijn, zegt het CPB, dat een belastingmaatregel niet effectief is. En dan denk ik, ja, nu vraag je wel heel veel van de overheid. Want de overheid die concludeert dat een belasting niet effectief is. Dat komt ze zelden voor. En als het een keer voorkomt, dan is, dan is de vraag meteen erachter na: hoe gaan we een belasting ontwerpen die wel effectief is? Dus elk jaar. Thomas, als, we, als wij de miljoenennota krijgen, ga ik op zoek naar uh, uh, misschien een van de vreselijkste woorden in het Nederlands, budgetneutraal. Want budgetneutraal wil zeggen, we willen best eens wat gaan afschaffen en verlagen, maar dan moet wel tegenoverstaan nieuwe heffingen en lasten, want als overheid kunnen we er niet op achteruit gaan. Zeg je nu eigenlijk dat die overheid helemaal niet uh, als belangrijkste doelstelling heeft het sturen van gedrag, maar vooral het binnenhalen van geld? Het uh, heeft er steeds meer schijn van dat dat, dat, dat een doel uh, op zich is geworden. En dan heb je het over deelbelangen en, en ook uh, eigen belang. Want heel simpel is het, in Den Haag geldt, hoe groter de begroting is waar je over gaat, des te meer macht je hebt. Maar diezelfde overheid heeft in het regeerakkoord iets gezegd over toeslagen, hè? daar moeten we vanaf. Ja, dan worden we al jaren gratis. De huurtoeslag moet anders. Dan zijn er rechters die zich daarover uitspreken. Maar je ziet wel pogingen van de overheid. Om het allemaal eenvoudiger te maken, omdat het in het verleden een paar keer misgegaan is. Ik probeer ook al 15 jaar op hoogste niveau te gaan basketballen, Thomas, maar het lukt niet. Dus uh, het is leuk dat je dat probeert. Uh, maar geef me nou een voorbeeld van één toeslag die we hebben gehad en die we niet meer hebben. Ja, inderdaad, stil. Uh, dus uh, uh, ja, we horen steeds. We Proberen uh, maatregelen te nemen, maar het lukt maar niet. En ik denk dat het niet lukt, omdat het vooral over die deelbelangen gaat. Even een bruggetje naar een ander onderwerp. Wat ook nog niet echt lukt, is de inflatie terug naar 2%. De doelstelling ja. van veel verschillende centrale wat? banken. Nou, dan kun je natuurlijk ook de lat wat lager leggen of de inflatie wat hoger in dit uh, optie. Ja, je hoort de laatste tijd steeds meer uh, economen en niet-economen, beleidsmakers zeggen: uh, uh, Misschien moeten we die doelstelling van 2% inflatie per jaar moeten we gaan verhogen. Dat 3%, zo maak je het jezelf wat makkelijker om daaraan te voldoen. Uh, ik denk dat het formeel uh, niet gaat worden. Ik denk dat de centrale bankiers dat ook niet willen. Want als je je doelstelling op dit moment gaat verhogen, terwijl je faalt voor je doelstelling, dan is het toch een soort van: wij geven het op. Uh, het, wij falen als het ware. Twee, is, als je inflatiedoelstelling gaat verhogen van 2% naar 3%, ja, uh, dan gaan wij met z'n allen meteen denken: ja, als het na 30 jaar 2% te zijn geweest, naar 3% uh, is gegaan. wie garandeert ons dat het over een aantal jaren niet naar 4 of 5% gaat? En dan, dan, dan ga je inflatieverwachting in het systeem krijgen. En dan wordt dat doel steeds maar najagen, steeds moeilijker en moeilijker. Um, formeel gaat het niet gebeuren. Informeel denk ik dat, dat je daar nu al in zit, want ze zullen de, de, die hoge inflatie. Wordt niet daadkrachtig aangepakt, want daar heb je veel hogere rentes voor nodig, met alle risico's van dien. Dus wat je dan gaat krijgen is, als de inflatie te hoog is, dat het toch een beetje weggebagataliseerd wordt. Het ligt dan van alles, nog wat. Er is laatst een paper verschenen bij de ECB, waarin letterlijk staat dat de inflatie door het weer komt. Uh, dus weet je, je gaat van dat soort argumenten krijgen. Ik denk dat je het woord tijdelijk komende jaren heel vaak gaat horen. Het is tijdelijk te hoog. Uh, en dat betekent allemaal voor ons, uh, Thomas. Dat we met z'n allen een, 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 een extra belasting krijgen, namelijk uh, hogere inflatie. Want inflatie is niets anders dan Nog een de belasting. belasting. Ook Thomas Circles van tot Vind morgen je in even. de BNR app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.